opgejut door de PvdA Klimaat, Paul Timmermans, die zijn ziel en zaligheid verkocht heeft aan het consuminderen van vooral zijn oorspronkelijke achterban, de arbeider, komt de VVD-secretaris met een onzalig voorstel. De nu al intensief gebruikte Noordzee moet volgeplemd worden met allerlei onrendabele windmolens. Als de voorgenomen plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd, dan zal volgens het Planbureau voor de Leefomgeving in 2050 wel eens 20% van de ruimte op de Noordzee in beslag worden genomen worden door windparken. De Nederlandse visserij, die nu al moeite heeft om het hoofd boven water te houden, loopt het risico om een groot deel van hun visgronden kwijt te raken. Dit bovenop het verbod van pulsvissen, ook opgelegd door de Europese Commissie. Innovatie is kennelijk niet gewenst voor iedere sector. Het is meer van hoe de wind waait, zo waait mijn jasje. En blijkbaar heeft de staatssecretaris van VVD-huizen ooit een partij die eens met de slogan werk, werk, werk de verkiezingen inging, er geen moeite mee om de visserij, een onderdeel van onze voedselvoorziening, eens flink te kiel halen. Ze zadelt liever de Nederlandse economie op met een peperdure en onzekere energievoorziening. En dat is slecht voor de economie, slecht voor de bedrijven en slecht voor de huishoudens. Het is dan ook niet voor niets dat deze groene stroomdroom gestut moet worden met miljarden euro's subsidie en tariefverhogingen. Allemaal opgebracht door de eindgebruikers. Als ze maar 40% kostenreductie realiseren. De vraag is, heeft TenneT de mogelijkheid om die 780 miljoen euro, of een deel daarvan, ook te besteden aan niet gereguleerde projecten? Waar in de holding belandt dit bedrag? Graag een reactie van de staatssecretaris. Voorzitter, even terug naar die 4 miljard euro uit de SDE Plus-pot. Indien TenneT niet uitkomt met die zak geld, dan mogen ook zij grabbelen in de zakken van de eindgebruikers. Zij krijgen namelijk toestemming om die extra kosten te verrekenen in de tarieven. En is TenneT te laat met het opleveren van het net op zee? Zijn er storingen? Ook geen man overboord. De bodem van de SDE Plus-pot is diep en verzekerd van inkomsten. De eindgebruiker zit nu eenmaal wettelijk in de houtgreep. Met als gevolg te weinig financiële prikkels voor TenneT om windparken op zee tijdig aan te sluiten en om het net maximaal beschikbaar te houden. De staatssecretaris is hiervan op de hoogte hoor. Zij is hiervoor gewaarschuwd door de autoriteit Consument en Markt. Tja, ons soort mensen zorgt goed voor ons soort mensen. En zo drijft die 40% kostenreductie ook steeds verder uit beeld. En voorzitter, de fase tot en met 2023 is nog maar het voorprogramma van wat er nog verder ons te wachten staat. De periode daarna tot en met 2030 is er voor het net op zee nog extra 5,1 miljard tot 6,1 miljard euro nodig. Het lijkt erop dat deze kosten ook betaald worden via de tarieven van de netwerkbeheerder. Klopt deze veronderstelling of komen die extra miljarden ergens anders vandaan? En hoe zit het met die extra netaanpassingen die nodig zijn zodra het geïnstalleerd vermogen op zee meer dan 10 gigawatt bedraagt? De staatssecretaris wil in 2030 een geïnstalleerd vermogen van 11,5 gigawatt aan windmolens op zee gerealiseerd hebben. Graag een reactie van de staatssecretaris. En voorzitter, ook de exploitanten moeten 40% kostenreductie realiseren, zoals afgesproken in het energieakkoord. En als de marktwerking intact blijft en ze breiden het aantal windparken fors uit, is de kans groot dat ze in de eigen voet schieten.